Oké, het zijn dus in twee delen geworden. Want toen ik zei, we gaan even wachten, was mijn gsm afgevallen. En ja, maar geleefd. Dus deel 2. Ik was aan het zeggen, we voelen de mannelijke energieën. Dus ze willen die verbinding met de vrouwelijke energieën. En ze willen dus die eenheid. Dus dat staat ook die derde beker eigenlijk voor. Maar ze weten nog niet hoe dat ze dat eigenlijk toe kunnen komen. Hoe dat ze dat kunnen komen. En dus door het feit dat ze zich zo vermoeid voelen, is er eigenlijk geen energie meer over om tot dat inzicht te komen. Omdat dus hun eigen mentale overtuiging, hun eigen conditionering, hun eigen ideeën over hoe dat dingen moeten gaan en moeten verlopen, dat houdt hen eigenlijk vast. En dat is iets dat ik zelf ook ervaren heb of gezien, meermaals zien gebeuren bij mijn mannelijke energie, dus met mijn tweeling. En het is belangrijk om hen doorheen dat eigen proces te laten gaan. Je kan wel zeggen van, ja, maar dat is de oplossing en dat moet je doen en dat moet je aankijken en dat is healing en dat. Maar uiteindelijk is het belangrijk dat jouw tweeling, jouw partner, eigenlijk zelf toekomt. Dus dat ze het zelf uitvogelen of uitvissen of uitzoeken of zelf tot die vaststelling komen. Want dat is hetgeen wat dan nodig is om uiteindelijk tot die diepe transformatie op dat vlak van dat mentale te komen. Want de mannelijke energie, zoals dat mijn tweeling wel altijd zegt, de mannelijke energie is eigenlijk een stukje slaafs of afhankelijk van zijn logische verstand, zijn logische denken, waar dat de vrouwelijke energie gemakkelijker afhankelijk gaat zijn van die emoties, wat geleid wordt door die emoties. En dus daar is het ook een stuk in waar je nog meer mag die balans gaan vinden. Ook belangrijk om te vermelden, je merkt het misschien, maar ik heb constant voortdurend last met mijn keelchakra die vastzit. Net voor de video moest ik ook heel hard beginnen hoesten. En dus is het ook logisch, gezien de zwaarden, al de zwaarden die ondersteboven liggen, dat de mannelijke energie moet gaan leren zijn lasten, zijn zorgen, zijn angsten gaan uitspreken. En dat is hetgeen wat nu op dit moment eigenlijk wat speelt. Op het moment dat ze dat gaan openen en die verbinding gaan zien en inderdaad, eigenlijk tot het punt misschien we gaan komen dat het allemaal veel te veel gaat zijn in de leefwereld waar ze nu zitten, in de situatie waar ze nu zitten, eventueel een relatie of werk of wat dan ook. En dat gaat uit frustratie ontploffen. Dat gaat eigenlijk die opening geven in hun keelchakra. En dan gaan ze zien dat ze eigenlijk meer dan twee mogelijkheden hebben. Maar dus op dit moment zien ze dat nog niet. De vrouwelijke energie heeft eigenlijk ook wat dat gevoel, maar van vastzitten, maar veel meer op het mentale. Dus wat dat bij de mannelijke energie op mentaal is, is bij de vrouwelijke energie veel meer in het fysieke. En deze connectie heeft veel meer het gevoel van dat de resources er niet zijn, dat de dingen waar ze wil manifesteren niet komen. En dat is eigenlijk het stuk waar dat ze de mannelijke energie spiegelt. En dus van haar wordt gevraagd om weg te lopen van alles wat dat ze doet. Of wat dat ze nog voeding aan geeft, of wat dat ze nog energie in steekt. Maar die niet de vervulling terugbrengt. Dus dat wil zeggen, ook je connectie, ook je mannelijke energie, als hij op dit moment, wat dat blijkt, niet in staat is om die divine masculine, dus die geheelde mannelijke energie te zijn, dat jij als divine feminine nodig hebt. Nu, zelf ben je waarschijnlijk ook nog niet volledig in die divine feminine energie als zijn volledig geheeld. De vraag is, wie is dat ooit? Maar dat is hetgeen waar je nu op dat moment moet op focussen. Want de Queen of Wands ligt helemaal aan het einde van de rij, met ervoor de Infinite Card. Dus daar zie je dat oneenigheid, wat ik daarnet ook gezien had, hè, waar dat de mannelijke energie dat totaal op dat moment nog niet ziet. Maar hoe komt het? Omdat jij dat zelf ook nog niet volledig omarmt en belichaamt. Dus jij moet nog veel meer leren om in het leven te staan vanuit die oneindigheid, vanuit die oneindige mogelijkheden, vanuit die openheid, vanuit dat overvloed en welvaart er overal en altijd voortdurend is. En dus eigenlijk al die mogelijkheden van jouw wereld, van jouw nieuwe wereld, echt gaan voelen en gaan verbinden en daarmee dus wegstappen, zoals ik net gezegd heb, van alles die dat niet meer weerspiegelt, van alles die niet meer afgestemd is met dat nieuwe wereldbeeld dat je hebt. Eigenlijk zou je bijna kunnen zeggen, dat is eigenlijk de oude wereld en de nieuwe wereld. Om het op die manier te zeggen.
En dus het is belangrijk dat jij als vrouwelijke energie echt in die alchemie van jezelf gaat gaan stappen, van je zielsgroei gaat gaan stappen. En dan ga je merken dat er verschillende dingen gaan verschuiven in jouw connectie. Ik ben blij, mijn keel is wat aan het verzachten. Maar dus ook voor de vrouwelijke energie is dat een stuk die belangrijk is. Waarheid gaan spreken vanuit je eigen authenticiteit. Grenzen stellen op een goede manier. Een merry motive, wat ik altijd zeg, als je niet van het licht en liefde kan communiceren, doe dat liever niet. En shining through. Dus hoe meer dat je inderdaad die verbinding met jezelf gaat gaan maken, hoe meer dat je verschuivingen gaat zien in jouw connectie. En we gaan eens zien met welke energie, met welke vlammen dat je deze week kan gaan werken om jullie daarin behulpzaam te zijn. Amai. Ik hoop dat daarmee ook voor jullie ook een stuk al getransformeerd is door naar deze video te kijken. Misschien was dat de reden waarom de andere manier van opnemen niet ging. Dat het belangrijk was om mij te zien. Dat zou heel goed kunnen. Wat hebben we? Aardsengel Zadkiel, oh my god, ook met compassion. En als je de andere video's gezien hebt, gezien dat ook daar die kaart naar boven komt. Dus compassion is echt het thema nu van dit werk. Heb compassie met jezelf. Wees lief voor jezelf. Wees geit. Metatron. Ik dacht dat hij in de andere video ook naar boven kwam. Dus met de diamantenvlam. Laat je weesheid veel meer mee doorstralen. En hou de hoop met aardsengel Haniel en de robijnrode vlam. Dus ik ga de vlammen nog eens tonen. Of de kleuren liever. Heb ik dan ondersteboven gehoord? Ah nee. Op de camera leek dat zo. En dat is de diamantenvlam. Dus de diamantenvlam, robijnrood en oranjegeel. Dus dat zijn de vlammen waar je deze week mee kan werken. Of dat je meer kan gaan aanroepen als je dat zou willen. Maar eens kijken welke boodschappen dat er nog zijn om nog meer naar terug naar eenheid en liefde te komen. Ik vind het grappig. Iedere keer als ik een video maak, dan komt mijn kitten, dat is een zwarte kater, komt die altijd hier bij mij in mijn bureau liggen. Dus een hele speciale kater. Oké, ja. 1. Kijk niet naar tijdelijke omstandigheden voor lange termijn keuzes. Ja. Zeker in deze connectie, en zeker in tweelingvlam, tweelingzielconnecties, is het belangrijk om inderdaad niet vanuit te gaan van de dingen die er nu zijn, dat dat iets is voor die altijd gaat blijven. Want dat is niet zo. En daarmee saboteer je eigenlijk je eigen proces. Instorten is de weg naar transformatie. En iedereen die met mij samenwerkt, weet dat. Ze gaan op een punt komen. Je komt altijd op een punt waarin je zegt, van nu kan ik niet meer verder. Maar dat zijn de momenten waarop dat we moeten komen. Omdat we uiteindelijk dan alle teugels loslaten en zeggen dat, en echt in die diepe overgave kunnen gaan stappen. Wachten op iets beters maakt je bitter. Wees nu al gelukkig. Een heel belangrijke boodschap wanneer dat gaat over manifestatie. Zeg niet van, als ik dat heb, dan ga ik gelukkig zijn. Maar wees nu al gelukkig. En dat is de magneet om nog meer te gaan ontvangen. Angst voor het leven is erger dan angst voor de dood. En pas aan naarmate je het spel speelt. En dat is hetgeen wat je natuurlijk in de tweeling van connectie heel hard leert. omdat je de weg vooruit eigenlijk niet weet op voorhand. Je moet gewoon stap voor stap gaan zien en kijken wat er jou getoond wordt om verder te leren. Ik ben ondertussen aan het vragen om alle blokkades die in jullie keelchakra zitten, om die te openen. En alle chaos die ontstaat vanuit onzekerheid, vanuit niet weten in je mentale lichaam, wordt getransformeerd naar optimaal. Grondingscode worden aangepast, je lichtsysteem wordt rechtgezet, wordt geoptimaliseerd. En er wordt een robijnrode vlam in je keelchakra geplaatst. Dat gaat jou dan weer helpen om, zien we dat er staat, spreek je waarheid vanuit liefde en respect. Ik ging zeggen licht, maar het is respect.
Leg een kaars aan, staar 5 minuten in de vlam. Zeker als je te veel in je hoofd zit, want dan kun je veel meer gaan zakken. En volg je inspiratie en passie. Dat is belangrijk om een leven te leiden in afstemming met je ziel en om die queen of wands te worden. Zowel voor de mannelijke als de vrouwelijke energie is dat belangrijk. Maar je zegt vooral, in deze connectie gaat het voornamelijk over de vrouwelijke energie die dat te doen heeft. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of er veel mensen zijn die door te kijken naar de video ook misschien wat dingen ervaren met hun keelchakra. Als dat zo is, laat me weten. Ik ben wel benieuwd. Dus bij deze heb ik ook ondertussen al een transmissie doorgegeven en neergezet. En ik ga je misschien afvragen hoe gaat dat in zijn werk. Eigenlijk werk ik samen met mijn team en jouw team. Zodanig dat de dingen die je moet ontvangen, ontvangt ook doorheen de video's. Dus dat is niet gewoon, het gaat niet altijd alleen maar over de kaarten. Het gaat over de boodschappen, het gaat over de woorden die ik spreek, over de dingen die ik zeg en doe, over de dingen die gebeuren. Want elke woord dat ik spreek is een vibratie. En met die vibratie worden bepaalde healende codes meegegeven. Weet dat je overal en altijd beschermd bent. Zeker als tweelingvlam, als lichtwerker. Ik weet, ik vertrouw en ik voel wat de volgende stap is. En de vlam van verlichting is jouw licht in het donker. Vraag raad en leiding. Dat is een hele belangrijke. Je hoeft zelfs geen kleur te weten, maar gewoon de vlam van verlichting. Als je ergens vastzit en je weet niet goed wat je kan doen, of je wilt inzichten daarover, roep de vlam van verlichting aan. Je gaat dan, daarom niet altijd onmiddellijk, maar dat kan zijn in de loop van de 24, komende 24 uur bijvoorbeeld. Of je gaat plots een bord ergens iets zien staan, of je gaat iets horen, of kinderen gaan iets zeggen tegen jou, waardoor je plots een inzicht gaat krijgen. Daar helpt de vlam van verlichting aan mee. Nu, sowieso, als je op pad van een tweelingvlam loopt, of je zit vast en je voelt je niet goed, en je weet niet goed hoe, waaraan of wat dan ook, weet dan dat ik verschillende trajecten heb waarmee de bedoeling is en waarmee dat ik dus mensen help om die inzichten te ontvangen. In oktober starten we opnieuw weer met de live sessies van het groepstraject, waarin we echt concreter nog leren werken met de vlammen. We gaan door een heleboel transmissies. Ik kan eigenlijk niet zeggen hoeveel dat er ondertussen in het traject en de online onlening omgeving staan. Maar wat ik wel kan zeggen is dat iedereen die al het traject gevolgd heeft, eigenlijk een enorme groei doormaakt. Bij de ene gaat wat sneller dan de andere. En dat is ook natuurlijk omdat we elk op een ander pad staan in onze bewustwording. En dat is het doel ervan. Dat je leert wat dat de conditionering zijn. Dat je leert wat je gewoon als automatisme hebt overgenomen. Zodanig dat je die kan gaan veranderen. Want iets waar je bewust van bent, kan je gaan transformeren. Nu, als je daar meer wilt over weten, dan zou ik zeggen, klik op de linkjes onder aan de video. En misschien werken we binnenkort samen. Zo, ik hoop dat je heel wat inzicht weer hebt mogen ontvangen. Jammer dat je de kaarten niet kon zien, maar het is wat het is. Dag.